dat we het eerste helft niet hadden afgemaakt. Zij kregen een kans en die gaat er meteen in. En, ja, ik denk dat dat een beetje de wedstrijdbeeld eigenlijk is van de eerste helft. En, tweede helft moet je dan achter een feit aanlopen, want je staat 1-0 achter. Ja, we komen nog goed 1-1 en we gingen voor de 2-1, maar ja, het is helaas niet gelukt. Ik vond dat we de eerste helft te veel kansen hadden en we hebben niet gescoord. Daar reken ik ons als aanvallers af. En, ja, zoals ik al zeg, de eindpas was niet goed genoeg. We hebben echt veel kansen gehad. We hadden 1-2-0 moeten maken in de eerste helft. Scoren zij de 1-0. Ja, uiteindelijk loop je een beetje de hele wedstrijd achter die stand aan. En, gelukkig is het nog 1-1 geworden, maar ik vond dat we deze wedstrijd zeker hadden moeten winnen. Ja, ik denk dat elke punt te tellen nu. Alleen we volgende week weer een wedstrijd, dus ik denk dat we daarvoor moeten gaan. En, nogmaals, vandaag ja, thuis moet je normaal 3 punten pakken. Alleen ja, dat is niet gebeurd. Dus alles kan nog. We kijken wedstrijd per wedstrijd, maar deze wedstrijd was zeker een wedstrijd die we hadden moeten winnen. Ja, ik begon links buiten. Ja, je kan aanvallend meer brengen en je hoeft minder te verdedigen. Ik vond het een fijne positie. Ja, tweede helft, Zarco viel geblesseerd uit. Toen moest ik positie terug. Dus ja, het is gewoon omschakelen. Ik bedoel, ik speel er altijd, dus het was niet nieuw of zo voor mij. Ik heb geen voorkeur. Ik speel gewoon wat de coach het liefst aan mij heeft. En als het linksback is, dan zal het daar zijn. En als het voorin is, zal het daar zijn. Dus ik probeer gewoon mijn positie die ik krijg gewoon goed in te vullen. En dat is het enige wat ik kan doen, denk ik. Alex speelde de bal diep. Ik nam de bal naar binnen en ik zag dat hij moeite had met draaien. Dus ik dacht, als ik vol naar binnen snijd, dan kan hij me niet meer bijhouden. En uiteindelijk had hij er zo in zitten. Dat is heel mooi. Ook voor mezelf ben ik blij mee. Maar uiteindelijk was het niet genoeg. We moeten ons gewoon goed voorbereiden en zorgen dat we de foute dingen die deze week gingen, moeten we volgende week verbeteren. En dan denk ik dat het goed komt. De fans zijn heel erg belangrijk. Het is mooier als je, hoe meer mensen er zijn, hoe ja, is voor het team ook beter. En als ze ons gewoon motiveren, dat is toch een steuntje in de rug. Dus blijven komen. Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden, zoals ik zei. Aardig druk vooruit. Ze hebben niet heel veel kansen gehad. En wij speelden bij Vlaag gewoon heel goed voetbal. En, we hebben alles gegeven, dus daar kon hij aan liggen. Maar uiteindelijk gewoon het scoren, dat had wat meer moeten zijn.